Je lacht. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben in de auto met Suus. Hallo. Hi Suus. Suus heeft een nieuwe auto en ik ben heel blij mee. In het rondrijden. We hebben een snoepje aan het eten. En we zijn in Naarden. Ik had vorige keer na Koningsdag echt super veel comments van mensen gekregen. Die zeiden van, oh my god, het was in Bussum. Kom je nog een keer naar Bussum? Here we are. Here we are. We zijn nu in Naarden. We zijn nu in Naarden, inderdaad. En wij gaan even werken. En ik zal zo eventjes de studio gallery laten zien. Daar. That's it. Ik ben weer thuis en Bibi is gezellig met Sophia, haar stiefzusje hier. Die blijft ook slapen en we hebben lekker taco's besteld. Dat zijn we nu aan het eten. Favorite! Hi dames. Favorite! En Bibi is er natuurlijk ook. Hi Bibi. Bibi heeft hele goede cijfers gehad. En Sophia ook. En Olly ook. Olly is een beetje guacamole aan het eten. Hi Olivia. Ik vraag me wel eens af of beide kinderen wel voor mij zijn, want ze zijn zo flink. Lachen. Sorry. Wie is dat? Ga jij maar iedereen introduceren. Wie zijn er allemaal aan de tafel? Wie zijn er allemaal aan de tafel? Kom passen. Oh. Kom. Ik wil liever heel tijd verbonden zijn met de hele tafel. Oké, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Las. Hey! Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Yes. Oké, ik heb Olly naar bed gebracht. En ik ga met Monica nu naar de film. Echt super gezellig. Dat hebben we dus nog nooit samen gedaan. Omdat Monica en ik allebei echt super bang zijn voor muizen. Willen we dus nooit naar... Pathé, waar we gaan het proberen. We gaan naar Pathé Arena. En ik hoop dat we niet al te bang zijn. We gaan niet naar een enge film, we gaan naar I Feel Pretty. En ja, ik had best wel veel comments gekregen van mensen die het er niet mee eens waren dat leuke dingen doe. En dan niet met Olly dingen doen, of als Olly op de crash is. Maar ik doe voornamelijk... Oh, sorry, ik ben overbelicht. Ik doe voornamelijk dingen met... Olly overdag. En dat film ik niet altijd. Maar omdat Olly best wel een lastige leeftijd zit, waarin ze haar grens heel erg aan het testen is, vind ik het niet zo slim om heel de dag daar met een vlogcamera boven te hangen. En ja, ik vind naar de crash gaan vind ik zelf gewoon een goed idee voor kinderen. Wat ik ook doe. Maar ik heb het super druk. Dus meestal ben ik gewoon aan het werk. Ik ben één keer niet gaan werken toen ze naar de crash ging in 2 jaar tijd. En daar hebben heel veel mensen wat over gezegd. Maar goed, ik ga naar de auto. Hey guys, good morning. Ik was gisteren, misschien hebben jullie dat op de Insta stories van Monica gezien, in slaap gevallen bij de film. We gingen dus naar Pathé en ik was na een half uur in slaap gevallen. Dus toen ik wakker werd, had ik niet meer de kracht om te vloggen. Want ik was echt helemaal in de war en toen ben ik naar huis gegaan en toen ben ik thuis gaan slapen. En vandaag werd ik weer uit mezelf om 5 uur 's ochtends wakker en kon ik niet meer slapen voor de zoveelste dag achter elkaar. Dus ik ben aardig moe. Maar ik ga nu naar Hilversum. Olivia is op de crash. Daar ga ik video's opnemen voor NOS Kort. En dan naar Amsterdam heel snel terug. En dan heb ik een shoot die heel lang gaat duren volgens mij voor Gratia. Maar daar vertel ik jullie straks meer over. Ik zit in de auto naar Hilversum. En ik wilde even iets leuks laten zien. Kijk, zien jullie? Even kijken, goed scherp stel. Deze tweede oorbel met die steentjes. Die is binnenkort te verkrijgen. Dus als jullie daarvan op de lijst willen, dat jullie notificatie krijgen straks binnen zijn. Want het gaat altijd echt te snel. Sorry daarvoor met sieraden. Zal ik onder even de link zetten waar je je sowieso voor de nieuwsbrief en de back in stock en zo kan inschrijven. Ja, maar ik ben er echt super blij mee. We waren de hele tijd aan het wachten op een goede sample. En deze sample vinden we echt amazing voor die gekleurde dingen. Wij zijn aangekomen bij NOS. En we gaan nu voice-overs opnemen. Zo oefenen en iets meer leven erin. Kijk of dat lukt. Kroegbazen willen miljoenen euro's krijgen als hun rookruimtes binnen 2 jaar dicht moeten. Sommige clubs hebben net een duur afzuigsysteem gekocht en dat geld moeten ze terugverdienen. In totaal zou er in Nederland zo'n 70 tot 90 miljoen euro zijn uitgegeven aan rookhokken. Ik zit hier met Noor van Queen of Jetlags. Super leuk dat je er bent. Ja, heel leuk hier te zijn.
Je hebt superveel volgers op Insta, maar voor wie jou nog niet kent, wat doe je? Ik ben een blogger en ik heb een YouTube kanaal en een Instagram account waarin ik van alles deel, outfits, beauty dingen, reis, alles. Ze zitten weer in de auto naar Amsterdam. Ik heb echt een inkakker. En we gaan nu naar Gratia. Tenminste, we gaan niet naar Gratia, we gaan naar de studio waar we de shoot voor Gratia. Samenwerking met Charlotte Tilbury hebben. Which I love. Ik hou echt van Charlotte Tilbury. Ik gebruik die flawless filter trouwens sinds vorige week elke dag. En het is voor mijn huid echt het beste wat ik ooit heb gedaan. We gaan waarschijnlijk vandaag nieuwe make-up producten ontdekken. Ik ben aangekomen bij Ernstige Zaken en ik ben met Sophia. How are we doing my make-up today? Hi. Beauty. Such a beauty. So, we hebben dus net de looks besproken die we vandaag gaan doen. En die zal ik alvast allemaal gaan filmen, maar die kunnen jullie ook allemaal in Gratia zien. Dus wij hebben net de tweede look geshoot en ik ben zo blij met mijn make-up vandaag. Dit was de look met de rode lippen. Echt super mooi. Hey guys, het is 8 uur en ik kom thuis. Dit was een lange werkdag, maar ik denk dat de shoot echt heel vet geworden is. Oh, ik heb het bij me. Hij komt over anderhalve week al uit. Ik kom eraan! Dus go get it! En ik heb ook nog iets anders zo leuks. Want ik ga samen met Charlotte Tilbury een meet and greet / masterclass hosten. Waarbij Sophia, het meisje dat vandaag mijn make-up heeft gedaan, die gaat daar alle make-up doen en alles. En het is op 7 juni. Mochten jullie willen komen in de Bijenkorf Amsterdam. Ik ga nu even het tijdstip ook zeggen. Dan kunnen jullie, als jullie het leuk vinden, dat vrijhouden. Even kijken. Het is dus een meet and greet. 7 juni. Kijken vanaf 6 uur als het goed is. Dus mocht dat nog veranderen. Ik post wel even mijn Insta stories op Instagram ook nog. Maar dan, ja, ik dacht dan zeg ik het alvast hier. Dus dat, ik ga snel naar boven naar Olly toe. Hey guys, het is zaterdagochtend. Sander is dit weekend weg. En ik ben thuis met Olivia. Ik ben best wel een beetje moe. En het regent buiten. Oh, sorry. Dus ik denk dat we lekker thuis blijven. Daar heb ik ook echt heel erg zin in om een weekend thuis door te brengen. En hier even alle rotzooi een beetje op orde te krijgen. En alles op te ruimen. Wat er moet gebeuren. Olivia slaapt op dit moment. Die is haar middagdutje aan het doen. En ik heb eten besteld. Dus ik ga zo Olivia wakker maken. En dan gaan we lekker eten. Zo, mijn kleine prinses is wakker. Ik heb niet zoveel te zeggen. Ik ben een acebo aan het eten van Jack's en Juice. En ik neem altijd de tuna melt broodje met jalapeno's. En de acebo neem ik als toetje. Het is echt super lekker. Wat ben jij aan het eten? Melk op. Melk pas op, hè? Wat ben jij aan het eten? Nee, melk hem even niet. Wat ben jij aan het eten? Broodjes jam, hè? Dat is lekker. En vanochtend hadden we een broodje avocado gegeten, hè? Ja, mama's eten. Mocht je in bed, mocht je dat eten, hè? Samen met mama. Nee, ga lekker slapen. Zullen we zo lekker in bad? Nee? Wat wil je? Eerst jam eten. Ja, tuurlijk. Maar daarna, wil je daarna een bad? Nee. Hey guys. Ja, we gaan die de pannen opzetten. Good morning, het is zondag. En ik ben lekker buiten adem. Ik heb me nog niet opgemaakt. Even kijken, iemand uit mij. Het is dus zondag. En ik ga eventjes mijn spulletjes pakken en met Olivia naar Strand Zuid. Daar zijn Kay en Diego en Lua.
denk trouwens dat ik me niet ga opmaken. Oh. Ik heb nog nooit in mijn bestaan zo'n slechte huid gehad. Het is echt niet normaal. Ik denk omdat ik vorige week echt heel veel verschillende soorten make-up en make-up removers gebruikt heb in één week. Met kan en die Gratia shoot en zo. Ja, wat ben je aan het doen? Dus, I'm gonna get dressed. Ik zie jullie zo. Ik ben op Strand Zuid met Kay, Diego, Olly en kleine Lua. Ik ga natuurlijk precies huilen nu. Precies nu, zo van het jengelen. Slaapje erg goed. Goed zo. Oh, kijk die dansen. In de bos. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Ik zeg later slaapje. Oh my god. Niet los. Goed zo. Olly, ga je ook een liedje zingen voor Lua? Ja. Welke ga je zingen? Kijk hoe mooi het hier is. We zitten niet aan de strandkant, maar aan de waterkant. Kleine lieve Lua is weer aan het slapen. Kijk hoe erg ze trilt. Oh. Ze is niet aan het trillen, dat komt nee, maar ik bedoel van die, ja. Van die hobbels. Zo lief. Hey guys, ik ben weer thuis. En het was heel gezellig. Zo, dit is echt prachtig licht. En dan ga ik lekker naar bed, want het is best wel laat. Olly slaapt en ik zie je morgenochtend. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en het is Pinkster of Hemelvaart, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is in ieder geval een vrije dag vandaag. En ik ga met Olleke naar het strand. Ik zit in de auto met Suus en de kiddies. Hallo dames. Oh, ik moet er even uit. Geen interesse. Even kijken. We zijn aangekomen bij Huisterduin en we gaan naar het strand. Wij zijn aangekomen on the beach. Wij zijn nog steeds op het strand. Het is 7 uur 's avonds en het was echt zo'n lekkere stranddag. Wij zijn lekker aan het eten. Wat zeg jij, Coco? Olivia vindt lekker. Ja, heel lekker. Jij ook? Tootje, Olietje. Het was zo'n chille dag op het strand. Maar hoe kan hij Weet ik niet. Het was leuk vandaag, hè, op het strand. Vond je het leuk? Ik heb deze. Mooie jurk heb je aan. Oh. Wat vond je ervan? Van de stranddag? Leuk. Leuk hè? Nu gaan we weer terug naar huis met de auto. Mama, hoe kan hij weer klikken? Moet ik hem klikken? Hey guys, echt super stom. Volgens mij heb ik mijn instelling van mijn camera weer verkeerd. Super stom. Ik kan mijn vlogcamera bij Suus in de auto laten liggen. En ik heb hem dus nu weer terug. Vandaar de vertraging van de dag. Want het is vandaag donderdag en woensdag. En de vlog komt normaal natuurlijk nu online. Maar hij komt dus nu donderdagochtend, morgenochtend. Dus ik ga hem snel afsluiten. Sorry. De volgende vlog komt wel gewoon weer op zondag. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie zondag.